and eating and the Leerkrachten, we kunnen het niet meer aan. Waarom zijn jullie hier? Ons geld is afgetrokken of ingehouden. Een deel nog is ingehouden, daarom zijn we hier. Wat is er precies ingehouden? Nog een keer? Precies ingehouden. Onze... We hebben onze slip niet eens gezien, toch? Ik heb begrepen dat die slips nog niet binnen zijn, maar hoe is er voor ons gestort, meneer? Gisteren was het echt... Ik was echt geschrokken. Ik ben echt diep geschokt toen ik op mijn rekening ben gaan kijken. Toen ik heb gehoord dat ze gestort hebben. Een karige loon is helemaal niks geworden. Het is gewoon verschrikkelijk geworden. Ik kan echt niet, dat ding had me iemand echt geschokt gisteren. Gelooft u me, het heeft me echt geschokt. Vandaar dat ik vandaag hier aanwezig ben. Ze moeten al onze... Alles wat ze van ons hebben genomen, moeten ze ons teruggeven. Het is niet eens genoeg wat we nu verdienen. Als we het echt moeten omzetten in de koers, zowel van die US dollar als van die euro. Het is gewoon niet... Ik schaam me. Ik schaam me gewoon. Het is van mij nog niet deze 150 euro die we verdienen. Het is gewoon belachelijk. En hoeveel verdienen zij? Huh? Hoeveel? Ja! Dat, hoeveel verdienen zij, meneer? Huh? Ik weet niet. Het is gewoon belachelijk wat deze regering doet. Wat ze allemaal doet. En de vice-president... Huh? De vice-president niet eens ook kan opkomen voor ons als burgers van het land. Het is gewoon verschrikkelijk. De president die kan ons niet eens woord komen te staan. Toch? We zijn leerkrachten. We hebben geen wapens. We hebben pennen en schriften. Hebben we allemaal meegenomen en onze bordjes. Maar wat zien we op de achtergrond? Zoveel politieagenten, zoveel militairen. Wat zijn we? Zijn we criminelen geworden van het land? Huh? Ik zit me echt af te vragen als we criminelen zijn geworden. Het is gewoon belachelijk wat we hier meemaken. Echt, het is echt belachelijk, meneer. Ik echt. Wat is je naam? Mijn naam is juffrouw Williams. Ik ben van de Christiaan Themen School. Maar juf Dreams? Ik vind het wel jammer dat we moeten smeken om tot de president te praten. Dat is het enige dat ik wil zeggen. Hij praat zelf over een volkspresident. Waarom moet het zo lang duren om ons te woord te staan? Hoe lang zijn jullie al hier? We zijn er vanaf 10:30. Dat is wel hoor. Ja, goeiedag. Mijn naam is Randy, een van de initiatiefnemers van de groep van vandaag. Van de leerkrachten en docenten die, als het ware, hun misnoegen zijn komen uiten. Ja?
We zijn hier om een petitie in te dienen en om dingen kenbaar te maken. Ons salaris is helemaal niet marktconform. Er zijn gelden ingehouden van docenten en leerkrachten. Daarom zijn we hier. En jullie willen de president spreken? We willen de president spreken. Ja, en als hij niet komt, gaan we lam leggen. Hij moet naar buiten komen. Er gebeurt nu wel iets, misschien komt hij nu naar buiten. De directeur is al zoveel keer naar buiten gekomen. We hebben hem aangegeven, als hij niet naar buiten komt, gaan we lam leggen. Dat is onze eis. We hebben gevraagd als hij op de stoep kan komen en we spreken hem toe. Dus het wachten is nu op wat de directeur nu weer heeft om te zeggen. Dus de president moet naar buiten komen, niemand anders? De president willen we. Ja? Anders gaan jullie morgen lam leggen. Anders gaan we lam leggen en we blijven doorgaan zolang de president niet zelf naar buiten komt. Wat is uw achternaam? Van Dillenburg. De president heeft altijd gelopen in het water, in de zon, en altijd bij ons gekomen. Dus hij kan nu ook bij ons komen. Hij heeft altijd in de zon gestaan. Hij heeft altijd in de regen gelopen om bij ons te komen. Waarom kan hij nu niet komen? Wat we gaan doen, als hij naar ons toe komt, gaan we gewoon alles lam leggen. Simpel. Wat gebeurt er dan? Zijn even aan het onderhandelen met meneer Moensi. Hij heeft gezegd dat er 10 mensen maar naar binnen mogen. Wij hadden 20 voorgesteld, nu wil hij maar 10. Maar wij willen ook dat hij naar ons toe komt. Laat hij naar ons toe komen en dan praten we erover. We gaan naar hem luisteren. Zo willen wij ook dat hij naar ons luistert. Ja, maar we gaan VP. Wie is vanaf het kabinet VP? Ja, maar toch, oude kala. Wij hebben begrepen dat er 10 mensen met dat Chan laat zien. Wij willen Chan! Wij willen Chan! No!
Come on, come on.
Soms denken is je de president door ze zijn de leerkrachten niet machtig? Zijn we niet machtig? Oké. De leerkrachten zijn machtig genoeg. Want nooit is de president naar buiten gekomen tijdens een protestactie. Maar de leerkrachten hebben hem zo ver gekregen. We hebben die power en we gaan door. Mensen naar binnen gaan. Maar feit is dat we hem met z'n allen zien. Niet dat we in een gesloten kamer met een deel gaan zitten. Toch? We zien hem allemaal. Wat ze daar bespreken. DTV is live. We horen het wel. Dit is het begin. Komt hij ons niet tegemoet? Dan gaan we verder. Mensen houden ervan. Ze zitten vaak thuis en zitten commentaar te leveren. Ze mogen me uitschelden. Het doet me helemaal niets. Helemaal niet. Toch? Als wat er voor me is, wie zal er tegen me zijn? Helemaal, ben ik. Het moet als een pluspunt worden. Mevrouw, wat is je naam? Mevrouw Bruns, Natasha. Welke school? Leerkracht Milo Bronsweg. Ja. En hoe gaat het met de school? Net wat ik u eerder zei, die leerlingen voeren niets uit. Ze leveren gewoon een blanco blaadje in met hun naam erop en soms zonder naam. Dus het gaat helemaal niet goed in het onderwijs. Dus daaraan moet men ook gaan werken. Ze moeten gaan werken aan het doorstroomsysteem. Het zou doorstromen zou moeten kunnen, maar er zouden wel regels aan moeten verbonden zijn. Toch? En ze zouden naar bepaalde dingen moeten kijken, misschien een aantal punten of zo. Maar hier stroom je gewoon door. En dat kan niet. Dat kan niet. Is het gelukt? Wij begrijpen nu van DTV dat hun live feed geblokt is. Wow. Maar Lim is nog live. En het is wachten. Inzoomen dan. Voor inzoomen. Ja.
Thank you.
Hij alleen is lief en vriendelijk en zijn. De rest is niet lief. De rest is niet lief. Ik heb het niet.
Ze komen al. Nu of nooit. Pak me net voor dit boek. Ik heb geen internet overspraak. Ze komen. Voor mij ben ik 25 om aan binnen te zijn. We moeten alles netjes op in kaart brengen. En hoe is het met u? Wat is het? Janine Jurel. Janine, hoe is het geweest daar binnen? Jawel, we zijn gewoon wat we gewend zijn. Wat hij altijd vertelt, gelaat de tong zoals gewoonlijk. Dus laten we kijken wat hij zegt als het uit uitvoering komt. Wat gaan jullie nu doen? We gaan nu opbreken en we gaan een groepje samenstellen. Want we mogen morgen terug met een groep van 25 man. Met oplossingen. Komen jullie weer met zo'n menigte? Wat de groep besluit. Want we zijn op eigen initiatief hier, we zijn niet met een bond. Dus is wat de groep besluit. Welke groep is hier eigenlijk? Visas 3, leerkrachtengroep. Hoeveel leden heb je? Wel, gisteren hebben we een piekbereik van 4000 zoveel leerkrachten. Ja. Met hoeveel was je hier dan? Wat ik zag? 100. We zijn begonnen, we zijn volgens mij met 250 leerkrachten gestart vanuit de stad. Mm-hmm. Tevreden met vandaag? We zijn tevreden met vandaag. De president komt normaliter niet naar buiten. Maar hij is naar buiten gekomen. Dus ergens hebben we iets bereikt. Hij heeft naar ons geluisterd. We hebben onderhandeld totdat hij ons één van ons eisen heeft geïmplementeerd. Welke eis is dat? We hebben 5 eisen maar. Olimonikarta. SZF. We hebben nu premium, we willen platinum. En op gezinsbasis, want het is alleen op als Ali voor de hoofdverzekerde. Wat nog meer? We vragen naar een waardebond van 5000 SZD, want dat geld is achterhaald. Extra toelagen. Welke toelagen hebben we weer gezet? Kleding. Er zijn nog een aantal. En er is nog één punt. Wat was dat weer? Ontwikkelingstoelagen binnenland. Ja, wat nog meer? Laatste punt. Er is nog een punt. Dat ben ik vergeten. Iets van geld terugkrijgen? Ja, maar dat is als ze die toelagen terugstorten, is dat het geld dat we terugkrijgen. En aan welke gaat hij werken? Hij zegt, hij is blij met die oplossingen waarmee we zijn gekomen. En hij gaat vandaag zitten met de ministers. En morgen komt hij dan met de oplossing. Dus morgen krijgen we concreet wat het wordt. Weten we concreet wat het gaat worden. Ja, alsjeblieft. Mensen, laten we een centrale punt opzoeken. En we gaan alles goed bespreken. We hebben min of meer eindelijk licht in de tunnel. Laten we even. We gaan. Kom. Wat is uw naam? Meredith Hoogdorp. Van actiegroep Visas 3. Gaat luid moeten praten. Ik heb niet een hele krachtige stem, maar
Mensen centraal, centraal. Maar, als u uw oor te luister stelt, dan kunnen we elkaar verstaan. Morgen, ik heb alle punten en de oplossingsmodellen heb ik aangedragen. Alles heb ik geprobeerd, puntsgewijs, aan de president te vertellen. En ik heb ook gelijk oplossingen gegeven. Hij vond het geweldig, zegt hij. Hij zegt, want er worden meestal problemen genoemd en geen oplossingen. Dus hij zegt, zulke mensen als wij heeft hij nodig. Morgen mogen we dus niet met z'n allen naar binnen. Morgen mogen we met een groep van 25 mensen naar binnen om oplossingen, we gaan geen problemen bespreken morgen. Want alles is een probleem. We gaan oplossingsgericht, Tamara. En wordt actiepresident. Ik kan sleep een weekend. Terwijl hij sleep een weekend. Dat is zit in Tori Juno. We willen niet 2 en 3 maanden wachten. Want we deden. Angre Chiruno, ik heb begin een voedingsbond. Juist, want voedingsbond. En die leerkrachten van het binnenland. Leerkrachten van het binnenland, u gaat niet weg morgen. Morgen gaat u niet op. U blijft in de stad, want u moet ook vertegenwoordigd zijn morgen. Dat zijn oplossingen. VOS, VO jullie leerkrachten, docenten. U moet groeperen, groepen van 2 of 3. En we gaan onze noden en ook onze oplossingen direct met de president bespreken. We gaan het zo doen. De punten die we gaan bespreken, de gelden die zijn ingehouden. We hebben het niet afgegeven. We weten dat ze het gewoon in de ton gooien. Dus we zijn blij dat hij ons wilt uitluisteren. Juist. Dus we komen morgen met onze petitie. En we gaan de punten bespreken. De punten die ik net heb genoemd, gaan we allemaal bespreken morgen. En ook gelijk de oplossingen. En dan mag de president een weekendje gaan nadenken van waar hij de middelen zal halen. Ik ga hem ook bepaalde oplossingen geven, nog meer oplossingen geven. En ik denk dat het goed komt. Hoe laat? Morgen 9 uur. Komt u met de groep? Dat hangt straks af van de groep. Als ze zeggen we komen allemaal en ze wachten. Nee, we hebben honger. We komen allemaal. We gaan je niet alleen sturen. We komen allemaal. Alle leerkrachten weer hier. Er zijn geen gemotiveerde leerkrachten. Dan kunnen we niet voor de klas gaan staan om mensen kinderen les te geven. Daarom komen we allemaal hier. Wat is uw naam weer? Een streepdatum, dus dat zei ik. Ik wil echt dat alles in het weekend gedaan wordt. Hoog daarop. Merit, hoog daarop. Bij minister. Ons voedingsbonnetjes. We hebben geen geld gevraagd, we weten dat er geen geld is. Maar we gaan ons voedingsbonnetjes halen. We gaan ons oliekartas halen. We gaan juist een betere SZF-voorziening, ons platinum-voorziening. Die moeten we maandag gaan regelen. Niet per persoon, niet per leerkracht, gewoon voor ons heel gezin. Dat hebben we. Wat zeggen? Dit is een duidelijk signaal naar de vakbondsleiders. De vakbondsleiders van Suriname. Die eigenlijk contributiegeld ophalen van elke leerkracht. Moet u nagaan hoeveel leerkrachten er zijn. Elke leerkracht is vertegenwoordigd in een bond. Maar zoveel contributie. En er wordt niets voor de leerkrachten gedaan. Dan mogen ze opstappen. Want de leerkrachten hebben nu het werk dat de vakbondsleiders moeten doen. Overgenomen. Ja toch? Wij hebben het overgenomen. Dan mogen ze allemaal opstappen. Vanaf SOB, COB, KOB. Ook de band van Mangre. Ze mogen gaan. Wij gaan onszelf vertegenwoordigen. Daarvoor zijn we opvoeders. We hebben geleerd om voor onszelf op te komen. Wij leren de kinderen. Wij leren onze leerlingen om assertieve burgers te zijn. Zo, wat doet
ons om niet voor onszelf op te komen. Dan mogen we allemaal oproepen, we kunnen het zelf. Wat is uw naam, juf? Neda Sparks. Die mogen je allemaal uitschrijven uit de ASBVL, want er wordt niets voor je gedaan, niets. Je dede in een kilo. Dat ze van jullie zijn opgekomen, want ze is een leerkracht zelf. En ze doet het niet. Jullie moeten jullie massaal uitschrijven uit die banden, want het kan niet. Het kan niet, ja. Alle jaren namen hebben tegen maar dat je één dag staat en één dag wat bereiken ermee. Precies, dan moeten we thuis blijven. Hier zou een voorzitter van een bond nu hier moeten zijn, zijn ze er? Geen voorzitter van die enkel bond. Dat heet leerkrachten, we hebben 12 leggers thuis gebleven. Welke leerkrachten zijn voor de klas komen staan? Ze volgen het keihard ook. Ik heb alleen vertegenwoordigers gezien van het syndicaat. Alleen van het syndicaat heb ik vertegenwoordigers gezien. Van niemand anders. De OB-fond moeten ons hoofd koel houden. De OB-fond gaan vandaag onderhandelen. Vol zou vandaag ook onderhandelen. Tot op dit moment geen mens gezien van geen enkele bond. Ja, ja. Dus u zegt uitschrijven. Uitschrijven. Iedereen een stapje terug. Dan houdt het op. Geloof in. Geloof in eigen kunnen. Ja. Geloof in eigen kunnen. De groep zijn app. We moeten badslippers aantrekken. Is dat als je dat app hier? De groep app gaat open. Even voorstel, de presentielijst nog. We moeten die mensen die hebben getekend nagaan. De rest is zo. Even nog zo. Morgen 9 uur in de school. Ja, zet het er toch goed. Je moet het er maar goed zetten. Ja! Maar morgen is morgen. Ze moeten ons gewoon in de groep zetten. Morgen is het goed. We zijn in de groep. Thank you.